Wat zijn jouw sterke en zwakke punten? Het zou zo een vraag uit een sollicitatiegesprek kunnen zijn. Ook tijdens een functioneersgesprek komen dergelijke vragen regelmatig aan bod. Het opmerkelijke is dat door een werkgever vooral de zwakke punten of verbeterpunten worden genoemd. Terwijl er waarschijnlijk ook veel dingen goed gaan, waarin die medewerker wel goed is, maar die blijven onbenoemd of onderbelicht. We adviseren om meer te denken vanuit je sterke punten. Concentreer je op je talenten en mogelijkheden die je wel hebt. Alleen proberen je zwakke punten te verbeteren werkt namelijk heel demotiverend. Je kunt je werk het beste volhouden als je er plezier in hebt. En hoewel het niet altijd alles leuk kan zijn, helpt het wel als je plezier hebt in wat je doet. Juist omdat je er goed in bent. Op de hoogte blijven van andere nieuws rondom HRM en salaris? Volg ons op Twitter of bezoek onze website.